elke dag sterven er in Vlaanderen 5 mensen aan darmkanker. Dat wil zeggen dat in een weekend, als we de vrijdag meenemen, 15 families iemand verliezen aan darmkanker. Daar hoor je weinig over, wordt nergens over geschreven, maar dat zijn de cijfers. Ik ben 25 jaar maag-darm-specialist in het Vincentius ziekenhuis. En de laatste jaren ben ik vooral een vechter, een fighter tegen darmkanker. Ik zie enerzijds dat er jammer genoeg veel te veel darmkanker is. Ik moet minstens 7 keer per maand aan iemand slecht nieuws vertellen. Man of vrouw vertellen dat hij darmkanker heeft. En ik zie dezelfde tijd aan de andere kant dat heel veel van de mensen niets over darmkanker weten. Nu is darmkanker toevallig de ideale ziekte om vroegtijdig op te sporen. En er zijn eigenlijk heel eenvoudige middelen over, maar niemand weet het. Darmkanker is misschien geen aantrekkelijk orgaan, het is niet het meest mooie orgaan dat we hebben. Maar het is nummer 2 wat betreft de sterftecijfers. En 1 op 20 Vlamingen, 1 op 20 mensen in de wereld wordt ermee geconfronteerd. Als u er vroeg bij bent, in het vroege stadium, gelijk wij dat zeggen, dan is dat perfect te behandelen. Dan volstaat een operatie, een ingreep, waarbij dat stuk darm verwijderd wordt. En dan heeft men 95% tot 99% kans om daar definitief van genezen te zijn. Wanneer de mensen denken aan onderzoeken in verband met darmkanker, dan wordt onmiddellijk gedacht aan die coloscopie of dat darmonderzoek dat zogezegd moeilijk, pijnlijk en ingrijpend is. Ik kan u geruststellen, het is niet moeilijk, het is niet pijnlijk en het is niet ingrijpend. Maar er is nog een stap voor. Er bestaat een heel eenvoudige test, sorry dat ik het woord gebruik, poepsimpel, die eigenlijk iedereen gemakkelijk thuis kan doen. Dat is eigenlijk een heel eenvoudig buisje. Dames zullen begrijpen waarom dat een Nederlandse collega dat de mascara-test noemt. Het is een heel simpel buisje, je moet dus niet door uw wimpers gaan. Maar u gaat met dit buisje naar de badkamer. U prikt dat enkele keren in de ontlasting. Niet achteraan wat sommige mensen denken, maar in de ontlasting wel degelijk. U steekt dat hier terug in. En u brengt dat binnen bij de huisarts. We zien bijvoorbeeld dat in de Verenigde Staten het aantal sterften door darmkanker al jaren aan een stuk afneemt. Dat heeft waarschijnlijk te maken met verschillende factoren, maar onder andere ook omdat er gewoon meer aandacht aan besteed wordt. Daar doen mensen veel meer mee aan campagnes, aan bevolkingsonderzoeken dan in de Europese landen. Wij zien dat in de laatste 10 jaar in Vlaanderen en in verschillende Europese landen die cijfers jammer genoeg flink toenemen. Heeft dat te maken met voeding, met het niet volgen van gezonde levensstijl? Daar kunnen we een ganse dag symposium over houden. En op het einde van de dag gaan we het waarschijnlijk nog niet weten. Dat is een complex probleem. Maar we kunnen er wel vroegtijdig bij zijn. En er bestaan eenvoudige testen. Nadien moet eventueel een darmonderzoek gebeuren om te zien of er polypen zijn. Om dat probleem aan te pakken. Ik begrijp soms niet dat grote instellingen, ik ga niet met stenen werpen naar andere organisaties, maar als ik zie dat tijdens de maand maart, wat wereldwijd de internationale maand van darmkanker is, een unieke kans om daar toch wat extra aandacht aan te besteden, dat de media en andere mensen daar geen aandacht aan besteden, het waarom daarvan. Er heeft ooit iemand gezegd, nieuws is wat vandaag gebeurt, niet wat elke dag gebeurt. Elke dag sterven er 5 mensen in Vlaanderen aan darmkanker. En ik zou wel een specifieke oproep willen doen aan journalisten, aan mediamensen, om dit toch onder de aandacht te brengen. Ik denk dat dit de moeite waard is, een probleem dat zo belangrijk is en dat eigenlijk in essentie eenvoudig aan te pakken is. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat dit de ideale ziekte is om vroegtijdig op te sporen. De Europese Commissie heeft in 2010 gezegd dat er dringend werk van moet worden gemaakt, dat het een prioriteit is, dan denk ik dat we daar ook gevolg aan moeten geven. En dan zou ik zeggen, laten we het samen doen.